Zeer, zeer, zeer goedemorgen allemaal. Welkom weer op een Clubnoordvlog. Mijn naam is Tim de Remer. En ja, ik ben nu onderweg naar mijn werk toe. Dan werken. En dan straks naar Bea toe. Ik moet weer vandaag een halt, sta ik in halt 3. Als ik niet verplaatst word. En dat wordt ook nog wel frisser en frisser en frisser en frisser buiten. Dat is ook alweer al niet goed. Of zelfs gaat het terug beginnen te vriezen. Dan moet je weer beginnen te krabben. En dat haat ik. Oh, voilà. Welkom in mijn boeleke. Hoe jullie dat ook noemen. Even jullie ook stroom geven. Dat doe ik altijd. En dan maar vertrekken, hè. Hopsatree. Go, 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 go. Zien jullie allemaal straks. Hey kikkers en welkom op een nieuw fragment. Ik ben mijn eten gaan halen bij mijn ouders thuis, dus lekkere spaghetti vandaag. Yum. Wat heb ik vandaag gedaan? Ik heb vandaag weer al die rugkant en die buikkant moeten leggen op de bandeleermachine. Dan heb ik die flesjes, wat dus in die verpakking zit, ook moeten doen. Dus kartonnetjes maken, verpakking, dat flesje daarin, hup, en dan weer al toemaken en dan in de krat gooien. Maar ik heb klein beetje slecht nieuws. De lockdown is redelijk dichtbij. Dat heb ik al vernomen. Als er een lockdown is, gaan er geen uitzendingen ook zijn van Cycle TV. Dan ga ik ook kijken hoe ik het anders ga aanpakken in de coronatijden. Ja, nu zijn het ook coronatijden, maar ik bedoel echt in de lockdown-tijden. Omwille van, je mocht u dan niet, ook niet verplaatsen, alleen maar voor naar de winkel te gaan en terug. Want ik heb ook al geruchten gehoord dat er heel veel bedrijven gewoon terug op slot gaan. Omwille van de besmettingen nemen maar alsmeer maar toe. En dat is ook niet goed. Bij deze ga ik kijken hoe ik dat allemaal ga fabriceren. Want ik mag dan hier ook niet meer buiten. Jammer genoeg. Dus het gaat nogal een en ander nog iets worden. Ja, fuck. Maar, voor de rest, ja, ik ben nog altijd niet geraakt geweest. En hopelijk word ik ook niet geraakt. Waar ik ook wel een oproep doe, dus ik heb hier ook een applicatie nu op mijn gsm van Corona. Corona Alert. Installeer die alstublieft ook op jullie gsm. Waarom op jullie smartphone. Waarom zeg ik dat? Zo kunnen we ook de corona tegengaan. Dan zeg je ook eigenlijk een contact tracer. Maar uw gsm-nummer of uw geboortedatum, noem maar op, wordt niet verspreid. Alleen gaat je zien als je in de buurt bent gekomen van een corona-patiënt die ook die applicatie wel aan heeft staan en de Bluetooth-functie ook heeft aanstaan bij deze. Dus download alsjeblieft Corona Alert op Google Play en blijf veilig. Dus momenteel ben ik nog altijd heel veilig, omwille van het geeft mij gewoon een groen teken aan. Dat is zeer goed. Daar kunnen jullie ook de besmettingen opvolgen, de ziekenhuisopnames en de sterfgevallen. Kunnen jullie daar ook opvolgen? Dit is een hele informatievolle applicatie. Dus echt waar. Corona Alert downloaden. Ik zal ook wel de link in de beschrijving zetten voor het te kunnen downloaden. Nee, ik ben daar ook niet voor gesponsord van Corona Alert. Ik doe dat nu gewoon ook puur voor jullie veiligheid. Dus daarom dat ik deze oproep ook doe naar jullie toe. Dus gelieve die applicatie zo snel mogelijk ook op jullie gsm te zetten. Als jullie buiten huis gaan, zet jullie Bluetooth aan. En hopelijk kom je niet in contact met corona. Als iemand anders die applicatie ook heeft aanstaan en die is wel besmet met corona, dan detecteert hij dat allebei. En dan krijg je ook een waarschuwing wat je dan juist ook moet doen.
Dan hoort je ook een bij van de contact tracers van corona bij deze. Dankjewel voor naar deze shit te luisteren. En ja, ik heb dus een collega heel dicht op mij gehad. Dus ik hoop niet dat ik het nu ook ga hebben. Hij droeg geen mondmasker, ik wel. En geen anderhalve meter afstand gehouden. Ja. Dus ik hoop niet dat ik het nu ook heb. Bij deze. Ik ga jullie nu laten, dus jullie zien mij zelfs allemaal terug. Mensen, jawel, vandaag speelt ook België. Ik heb ook al mijn mondkapje aan, dat beter aanpast met mijn hoedje van België. Ziet dat zo mooi. Yeah. En ik heb ook de Belgische vlag uitgehangen. Oh. Jawel, voor België te supporteren natuurlijk. Even kijken als er niemand aankomt. Nee. Dus, en als België wint, ga ik met mijn rode duivels tunieke, jawel, naar mijn werk toe. Dan ben ik trots op mijn rode duivels, want de laatste twee wedstrijden niet gewonnen, hè. Jammer, gaan ze deze keer winnen tegen IJsland. Of, ja, het is toch tegen IJsland, hè. Oh, ik weet het zelfs even niet meer. Maar ik weet wel dat. What the fuck, man, die gaf vreemd geluid. Nee, dus ik weet wel dat sowieso dat ze ook tegen IJsland moeten. Maar alsjeblieft, winnen. Echt waar. Winnen. Ik support er voor jullie. Allee, ik zie jullie straks terug. Ik ben nu onderweg naar mijn schatje toe. Ondertussen staat de Q&A terug in de upload. Dus een remake. Ik heb alleen aan het geluid wat gesleuteld. Dus dat iets harder kunnen zetten. Hopelijk is het wat duidelijker geworden. Laat het in de reacties daar weten. Bij de Q&A. Als het wat duidelijker is geworden, ja of nee. En dan mijn vlog ook nog geüpload bij deze. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. En welkom nog op een laatste aflevering, fragment bedoel ik. Momenteel is België bezig aan een 33e minuut. Staat 1-1. Ik hoor erop, en? Ja, nou, voor tegen de grond. Het is toch maar gewoon doeltrappen. Duw en trekwerk. Ah. Ja, met Witsel. Die gingen met z'n tweeën tegen de grond. Is er veel aan de hand? Nee. Zeker niet van Witsel. Als er al een overtreding was, dan op Axel Witsel, ja, zou ik zeggen. Ze hadden elkaar wel wat vast, maar. Ja. Nee, niets aan de hand. Die bal viel daar ook in de rug nog van Magnusson. Niemand kon erbij om gevaarlijk te zijn. 11,5 minuut nog. Komt er een gele kaart aan? Of een uitbrander? Voorlopig een uitbrander voor Gudmundsson. Het is nou eenmaal meer een wedstrijd geworden, moet ik zeggen. Ja, dat is onder zit er een beetje mee. Ik ben dus niet eens naar live beelden aan het kijken of voetbal, dat ik onderweg ben naar mijn thuis toe. Want ik moet daar om 7 uur moet ik dus thuis vertrekken. Om 7 uur. Om 9 uur daar. Ja, en toen waren ze al bezig. Slapshotje van Trossard. Een volley van Witsel. En toen ik keek, was het al 1-1. De 9e minuut Lukaku had ik gezien. En dan nog ergens in de minuut. Grote kansen bij elkaar heeft gevoetbald. Voor IJsland. Want IJsland is teruggekomen. Want België stond op het eerste gegeven moment blijkbaar voor. Met 0-1. En nu is het al 1-1. Combineren met Tielemans, maar nee, jullie Tielemans ook weer te makkelijk de bal kwijt. Te veel tijd nodig in Bjarnason, die voetbalt met overleg. Dat is echt goed gedaan richting Paulsson. Paulsson met Gudmundsson. Ja, dat konden ze een half uur geleden, nee, zeker, maar zeker, zeker, of 20 minuten geleden niet. Nee, nee, dat was op deze manier even de bal rond spelen. Ik herhaal het nog eens. Kom aan, hè, België. Maar, Bjarnason, die kan wel voetbal met u. Ja, nu zo snel mogelijk naar binnen gaan. Maar terwijl staat ook de livescoren op. Even mijn tabletje erbij nemen. En voilà. Heb ik alles? Ja. Moet toch heel snel zijn, hoor. Ho ho ho.
Heb ik alles. De kabel. Ik moet nog de kabel mee hebben. Voilà, de kabel. Dit zo zetten. Voilà. Dan de muiden. Subiet. En dan. Oh ja. Naar live voetbal nog verder kijken. Het is nog altijd 1-1. Op de 36e minuut. Ik hou het echt in de gaten. Als er een doelpunt wordt gescoord, hè, terwijl dat ik nog juist naar binnen aan het gaan was, hè, dan haal ik mijn eigen. Dan haal ik echt mijn eigen. Dus nu gaat het heel snel. Ook echt heel snel mijn laptop aan, dat ik naar de voetbal kon kijken. Nog een paar, nog toch nog één helft. 36e minuut. Momenteel IJsland 1, België 1. Go België! Go België! Kom aan, hè. Echt winnen, hè. Ja, mijn schat ziet niet graag voetbal. Behalve omdat ik er soms te uitbundig te keer ga. Ja, sorry. Ik ga morgen vroeg pas mijn vlog in elkaar steken. Omwille van dat ik echt het voetbal wil volgen. Ik wil het echt. Oei oei oei. Ik ben aangekomen. Even overal licht aansteken. Dan nog gauw mijn jas uit doen. Zo snel mogelijk. Terwijl blijf ik bij jullie in beeld. Ja. Ja. Jullie weten hoogstwaarschijnlijk wat dat geluid is. Het geluid! Wat is dat geluid? Dit hè. Luister. Allee mannetjes, ga dan toch uit in de jas. Ah, wel, heel veel bedankt om te kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Mijn naam is nog altijd Dimitri Remus, aka Psycho. Ik ga nu naar de voetbal verder kijken. En daar heeft Alice niet op te zeggen. Want dat gebeurt toch niet vaak wanneer dat België speelt. België. 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 Is er leven op Pluto? En nu heb ik dat muziekje dus echt in mijn hoofd. En nu ben ik mijn laptop aan het zoeken. Dan moeten mijn auto's waar eens horen. Dat ik achter mijn laptop aan het zoeken ben. Maar ik weet dat die hier zo ergens in de buurt ligt. Ziet je? Yes! Yes, 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 yes. België heeft net gescoord. Woehoe! Romelu Lukaku met penalty. Goed bezig. En dat heb ik dus net niet gezien. Romelu Lukaku met een penalty op de 39e minuut. En op de 9e minuut heeft hij gescoord. Yippie-ki-yay. En dat heb ik weer al net niet gezien. Hopelijk zijn er genoeg replays en tijdens de pauze ook de golen. Kijk, ik ben mijn laptop al aan het opstarten. Voilà. Ik dacht al, die gaat nu niet meer aan. Ik ga nog mijn stroomkabel nemen. Dus ik ga jullie laten. Salut!